Kijk, bij een home trainer zijn natuurlijk meerdere dingen belangrijk. Um, bij een cross trainer is dat net zo. En ik heb er hier even twee naast elkaar gezet die echt bijzonder verschillend zijn. Ik zal een beetje uitzoomen. Uh, ze staan hier uh, met de test in een redelijk kleine kamer. Uh, maar het fijne is van de cross trainer, het lijkt niet heel apparaat, maar feitelijk uh, gaat hij niet zo heel erg op neer behalve dan die steunen, dus uh, je, je hebt eigenlijk al genoeg aan een kleine ruimte. Je kan kiezen voor uh, goedkoop, zoals die voorste. Of heel duur. Zoals daar aan de achterzijde. En uh, misschien keert Tenturi, echt wel een redelijk uh, professioneel merk. Je hebt ook natuurlijk Kettler. Een beetje dezelfde price range, misschien nog net even iets beter. Maar het is ook heel erg van, van welk type je koopt van welke, van, van het merk zeg maar. Je hebt natuurlijk een volkswagen golf en een volkswagen passat zeg maar. Uh, dit is van de Venture wel een van de topmodellen. En waar het mee vergelijken is een heel simpel model. En waarschijnlijk heb je er nooit van gehoord. Ik had het ook niet. En uh, ja, dit ding voldoet eigenlijk wel. Het is gewoon een licht ding. Uh, je staat erop. Je ziet dat deze uh, achterzijde wordt niet gesteund. Dus je zit echt alleen maar daar en daar vast. Dus maar op twee punten. Dat betekent dat hij, ja, hij werkt wel goed. Ik bedoel, uh, ja, ik heb er jarenlang uh, op gestaan. En ja, dan kan hij mij prima dragen. Ik denk dat hij extra, uh, een maximaal gewicht heeft van misschien 90 kilo of zo. Dus dat is wel een punt natuurlijk. Hè? Als je wat zwaarder bent, dan uh, zou ik zeker een model kiezen waarbij dus de achterzijde hier echt vast zit. Hè? Die zit dus hierin. En die wordt daar extra gedragen. Dan, dan loopt hij ook een heel stuk soepeler. Dus dat is een bijkomend voordeel. Um, maar het is eigenlijk een heel andere constructie. Nou, wat je natuurlijk erbij hebt, is uh, met de computer met de aansturing, dat je deze gewoon, uh, wel even natuurlijk stekken erin, dan kun je hem aanzetten, dan kun je de hartslagmeter hier op de hand of dus met de losse hartslagmeterband, in dit toevallig een sigma band, die gewoon verbindt uh, met het apparaat. Je kunt trouwens ook vaak je eigen hartslagmeterband gebruiken, dat is ook een alternatief. Nou, bij deze is het allemaal een stuk simpeler. Um, hier zit een heel klein uh, computertje, That's it. Maar hij meet wel. En op zich denk ik dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon zo'n ding echt gaat gebruiken. Want laten we eerlijk zijn, dit zijn apparaten. Die worden vaak gekocht in een ja, in de zweem van enthousiasme van ik wil uh, meer gaan bewegen. Maar het is denk ik heel belangrijk dat je dat ook nog na twee, na drie, na vier maanden gewoon vol blijft houden. En dan maakt het in mijn ogen niet uit of je kiest voor een hele goedkope of een hele dure. Um, want dat is natuurlijk gewoon echt de valkuil. Hè? Dus gewoon met veel enthousiasme beginnen. Misschien wel dagelijks zelfs in het begin. Maar op een gegeven moment, ja, dan kom je zelf een beetje tegen of je krijgt een druk of er zijn andere oorzaken. Waardoor je het gewoon niet volhoudt. Vaak is het gewoon een kwestie van doorzetten en dat ze baat lopen. Um, maar als je dat wel kan, ja, dan heb je eigenlijk al de grootste winst te pakken. Maar goed, het kan je bijvoorbeeld ook motiveren. Dat je begint op wat goedkopere. Eerst stapt dan over op een duurder. Omdat ja, dan is het misschien net weer een stukje extra enthousiasme. Dus da ja, daar kun je wel. Uh, ja, misschien kun je zo'n doorstap maken. Je moet rekenen, zo'n model simpel. Uh, nieuw volgens mij: 200 euro of zo. Die nieuw, die Venturi, is 900 euro. Echt wel een forse investering. Maar die loopt dan ook al een heel stuk. Uh, ja, soepeler. Prettiger. Dit is echt het geluid wat hij maakt. Dus dat is heel weinig. Deze, Nou, je hoort het hier al, kraakt en piept, maakt het geluid. Je hoort ook echt die band uh, lopen. En dan krijg je hem hier zo niet eens uh, echt lekker rond. Um, ja, dus de, de, ja, dat is dus echt wel een issue. Um, maar goed, hij voldoet. Uh, ja, als je het een beetje beweegt, als het een beetje geluid maakt, maakt het op zich niet zoveel uit. Uh, gewoon wel instelbaar, dus je kunt hier gewoon de dus zwaarte mee instellen. Uh, en daarmee wordt het echt een heel stuk zwaarder. Dus in die zin kun je hier alles mee wat je wilt. Um, maar goed, met zo'n luxe model is het dus gewoon wat fijner, wat mooier, wat stiller. En wat meer solide. Nou, in de test had ik ze allemaal naast elkaar zetten, Dus waar kun je op letten? Uh, uh, waar hoef je niet zo op te letten? Wat is, ja. Wat is goed, wat is goed genoeg, en dan uh, zal ik ze gewoon bij elkaar zetten zodat je zelf je eigen keuze kunt maken. Nou, mocht je ze in de youtube zal ik de link onder de video zetten met die test.